is now on the beat. Hallo kijkers, ik ga vandaag een filmpje opnemen over de reden waarom ik ben verhuisd naar België. Ik kreeg hier al een aantal keren de vraag over en in eerste instantie was het ook mijn intentie om hier wat meer filmpjes over te maken, de verschillen tussen België en Nederland. Maar het heeft een beetje een andere wending gekregen, de soort content die ik maak, maar ik wil daar wel meer op inspelen. En ik heb nog nooit de ware reden benoemd waarom ik ben verhuisd. En het is niet gewoon één reden, het zijn verschillende factoren bij elkaar geweest waarom ik die stap heb genomen. Laat mij eerst beginnen over mijn leven voor België. Dus in Nederland. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik voel me nog steeds een Amsterdammer en Amsterdam is gewoon mijn nummer één plek waar ik me thuis voel, maar, ik heb het gevoel dat je in Nederland, of laat me zeggen in Amsterdam, dat je geleefd wordt. Iedereen verwacht van alles van je, alles is rush, 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 hurry, hurry, hurry. En het maakte mij onrustig. Ik kan niet met stress omgaan, ik ben ook niet de persoon die stresst. Reden nummer 1 was, ik woonde op mezelf. Een leuk huisje, alleen was het voor een bepaalde tijd en iedereen moest zijn huis uit, het werd gesloopt en er zouden dan vluchtelingen inkomen. Ik moest in een korte tijd op zoek naar een andere woning en je weet, een woning vinden in de grote stad is een ramp en het moet betaalbaar zijn en dat was gewoon haast onmogelijk om in een korte periode iets voor mezelf te vinden of iets anders. Plus was ik ook voor een lange tijd op zoek naar een vaste baan. Ik werkte altijd via het uitzendbureau. Ik had geen vastigheid en het wisselt ook. Dan heb je de ene week heel veel werk en de andere week nauwelijks werk. En op een gegeven moment wil je ook vastigheid. Je komt op een leeftijd dat je gewoon toch wel vastigheid nodig hebt. En dat lukte niet. Het was ook een periode dat het heel slecht ging op de arbeidsmarkt. Vaste contracten werden niet snel aangeboden. Ik was afgestudeerd, dus ik wilde iets doen in de richting waar ik was afgestudeerd. Dus ik deed alleen maar dingen onder mijn niveau. Ja, die combinatie ook. Weet je, je kunt in Nederland kun je heel veel mensen om je heen hebben, maar je toch alleen voelen. En dat gevoel had ik ook wel. Weet je, mensen zien je wel leuk, aardig, je doet van alles, modellenwerk. Je bent veel in de picture, dansen, dit en dat, gezelligheid. Maar uiteindelijk, ja, dat is eigenlijk het trieste. Mensen zien alleen maar de buitenkant, maar vragen heel zelden, hoe gaat het nou echt met je? En als je echt kut voelt, ja, het hoeft niet op je hoofd te staan, maar die momenten beleef je ook. En je merkt wel dat je echt in een individuele maatschappij leeft. Iedereen is heel erg op zichzelf en vast in een hokje of alleen maar bezig met zichzelf en het alleen maar beter willen doen en concurreren. Dat je eigenlijk vergeet om je heen, eigenlijk de naaste om je heen. Dat gaat zo via social media, wat het totaal niet social is. En je leeft langs elkaar heen en ik merkte dat gewoon heel erg. Dus ik was gewoon toe aan verandering. Toen aan een uitdaging. Ik had totaal niks met België. Ik was er misschien maar 2 keer in mijn leven geweest in Antwerpen of zo. En ik had ook nooit durven denken dat ik daarheen zou verhuizen. Dat verbaasde me eigenlijk ook gewoon. Ik had totaal geen banden met België. De enige waarvan ik wist die in België woonde, dat was mijn zus. Maar verder had ik geen contact of zo. En geen connectie. Nu over nadenken. Als je me 5 jaar geleden had gevraagd, Sheralfa, zie je jezelf in België wonen? Dan had ik 100% gezegd, nee, echt waar. Dus die kans deed zich voor. Ik hoorde heel veel om mij heen dat Nederlanders en vooral Surinaamse Nederlanders naar België verhuisden of wonen. Omdat het daar het leven gewoon makkelijker was, goedkoper. Praktischer, of een grote reden waardoor veel Nederlanders naar België verhuisden.
Dus in 2015 kreeg ik die kans. En die had ik met beide handen aangegrepen, zonder twijfel. En ik ben ook zo iemand, weet je, je moet je kansen grijpen. Als het werkt, werkt het. En als het niet werkt, werkt het niet. Maar dan heb je het tenminste geprobeerd. En ik heb mijn boeltje gepakt. Verhuisd naar België. Die stap zetten zelf heeft me niet heel veel moeite gekost. Want ik ben vrij flexibel. Ik kan me makkelijk aanpassen. Maar het leven, het starten van een leven in België was voor mij niet zo gemakkelijk. Ik kwam heel veel struggles tegen. De verschillen zijn heel groot, merkte ik ook wel. Want ik dacht, nou ja, België, dat is net over de grens. Ja, ze spreken vrijwel dezelfde taal, dus het zal wel allemaal één pot nat zijn. Dan merk je daadwerkelijk dat er heel veel verschillen zitten in de taal, cultuur, manier van leven, gewoontes, eten, infrastructuur, hoe zaken geregeld worden en de mentaliteit vooral. Maar daar wil ik ook apart een filmpje over maken, over het leven in België, welke stappen ik heb ondernomen om echt te settelen, de verschillen te benoemen, de dingen waar ik tegenaan loop. Dat wil ik dan in een apart filmpje opnemen. Maar dan heb ik nu tenminste verteld, waarom ik in België woon nu, in Antwerpen. Wat ik ook wil zeggen is dat ik geen seconde spijt heb gehad van deze verhuizing. Waarom niet? Ten eerste, België is niet de tropen. Het is gewoon over de grenzen. Mensen maken het altijd groter, hè, in hun hoofd. Oh, het is een ander land, dit en dat. Maar het is net over de grens. Je bent 2 uurtjes onderweg. Dat is gewoon net als je van Amsterdam naar het zuiden van Nederland wilt gaan, bijvoorbeeld. Of binnen Nederland wilt reizen van de ene kant naar de andere kant. Dan ben je ook 2-3 uurtjes onderweg. Dus het komt op hetzelfde neer. Op zich kan ik zo vaak teruggaan als ik wil. En dat doe ik ook. Dus daarom zien jullie ook, ik denk 90% in mijn vlogs, in mijn video's, dat ik ook in Nederland ben. En Nederland zoek ik ook op. 1. Omdat mijn vrienden daar wonen. Mijn sociale leven speelt zich dus af in Nederland. Dus die drukte zoek ik ook op. Maar dan ben ik wel weer blij als ik terugkom in België. Want dat is nu wel mijn thuis geworden. Daar woon ik gewoon. En daar is ook die rust wat ik terugvind. En dat merk ik echt. Dat verschil als ik weer terug ben in België. Oh, die rust. Het is zo fijn. Echt waar. Ik hoef niet te denken aan die overchipkaart inchecken, uitchecken. En al die reutemeteut wat je daar tegenkomt in Nederland. Dus dat mis ik echt totaal niet. Wat ik zeg. Mijn sociale leven. Mijn vriendinnen. Die kan ik zo vaak opzoeken als ik wil. Dus dat is fijn. Dat is verder ook niet veranderd. Het contact. Het verschil is dat ik gewoon alleen ben in België. Die rust. En dat vind ik fijn. Ik heb rust in mijn hoofd. Dat vind ik belangrijk. Ik heb rust in mijn hoofd. Die drukte zoek ik wel op als dat nodig is. Ik heb hier gewoon mijn leven. Ik slaap, eet, drink. Hier, ik heb mijn huis. Ik heb mijn werk. En dat is het belangrijkste. Als je als persoon goed in je vel voelt. In je bovenkamer werkt het ook goed. Dan kan je op zich overal wonen. En dan maakt de omgeving niet uit. Tenminste, dat denk ik. Hè. Ik ben er heel gemakkelijk in. Als je je niet goed voelt, dan voel je nergens goed. Nog een belangrijk punt. Nederland is ook gewoon heel duur geworden. Echt waar. Nederland is een betaalland. Je merkt gewoon dat als jij daar, als je salaris krijgt, 40% verdwijnt. Je weet gewoon niet waar je geld heen gaat. Dus waar werk je dan voor? Wordt er weer een nieuwe belasting voor met leven ingeroepen? Hondenbelasting, rioolbelasting, wat heb je nog meer? Waterzuiveringsbelasting, personenbelasting, wegenbelasting, vennootschapsbelasting. Ze verzinnen iedere keer weer iets nieuws, echt waar. En je wordt er moe van. Het is frustrerend omdat je er niks tegen kan doen. Je moet het maar gewoon betalen. Je weet niet waar je geld heen gaat. Dus Nederland is echt een betaalland. Alles wordt duurder. De zorgverzekering, eigen risico. OV en het is gewoon too much. Dat heb je niet in België. Nee, maar dat was ook wel een grote motivatie om naar België toe te gaan. Dat het leven gewoon in België veel goedkoper is en je houdt gewoon veel meer geld over. En
Je kunt gewoon veel meer sparen. Dat valt me ook heel erg op. Maar ja, dat komt in een ander filmpje. Dus ik hoop dat ik even denken, ben nog iets vergeten. De reden voor mijn verhuizing, voor mijn immigratie. De belangrijkste punten: rust, financieel gunstiger, meer kans op de arbeidsmarkt, meer kans op de woningmarkt en minder stress. Hashtag beter leven, of kortom, een beter leven. Dat is eigenlijk grof gezegd een samenvatting van de redenen waarom ik ben verhuisd naar België. Dus ik hoop dat het een beetje helder is voor jullie. En dit soort filmpjes zal ik gewoon vaker maken. Dat moet ik ook gewoon doen. Als jullie vragen hebben, opmerkingen, laat het weten. Of stuur me gewoon een bericht. Ik ben de moeilijkste niet. Nou, vond je het een leuke video? Vergeet natuurlijk niet te liken, te delen en te abonneren. En dan zie ik jullie wel tot het volgende filmpje. Doei!